Een hartelijke ontvangst in een van de vele kleine dorpjes van Dogbo waar Roeselare een stedenbond mee heeft. Het dorp ziet eruit als zoveel in de buurt, maar toch is het uniek. Het kreeg ervoor dit bord als erkenning van een uitzonderlijke prestatie. Men is eigenlijk de mensen gaan overtuigen van het belang van latrines te hebben. En het eigen aan het project is eigenlijk dat iedereen, om in aanmerking te komen om gecertificeerd te worden, dat iedereen een latrine heeft thuis, in huis of buiten aan huis. En dat is helemaal niet evident, want een latrine of toilet kost hier 3000 CFK of zo'n 5 euro. Het gemiddeld dagloon is hier nog lager dan een euro. Het hele dorp doet mee en wie het niet kan betalen, kan rekenen op de solidariteit binnen het dorp. Ook Nestor bouwde toiletten voor zijn vrouw, zijn kinderen en hemzelf. En maintenant, nous avons décidé de faire des latrines pour pouvoir inviter les mauvaises maladies, la diarrhée, les vomissements, tout cela. On est contre ça maintenant. Et maintenant, bon, comme on a tout fait là, on ne trouve pas de maladie. Hier is het opzet dus wonderwel gelukt, maar in grote delen van Benin is de sanitaire toestand schrijnend. Driekwart van de bevolking heeft geen toilet. De Belgische NGO Protos werkt hier al 15 jaar aan met wisselend succes. Een shock-effect helpt vaak wel. Dus mensen confronteren met de uitwerpselen om hun heen, de invloed die dat heeft op het voedsel wat ze dagelijks eten, wat dus daardoor allerlei ziektes zoals diarree kan veroorzaken. Dat is een methode die dus voilà, daarop werkt en dan op dat moment de hele gemeenschap engageert zich om een latrine te bouwen. Dat kan in het begin heel simpel zijn, gewoon een gat in de grond afgedekt met wat planken. Maar de bedoeling is dat dat vooruit gaat tot serieuze latrines van wat duurzamer materiaal. Daar moet het gloednieuwe Sunny Marché op de markt van Dogbo toe bijdragen. Het is de eerste soort showroom met toiletten van Benin. Wie naar de markt komt, en dat zijn er elke week zo'n 10.000, kan hier naar het toilet en ook informatie krijgen. Men kan er uitleg krijgen over het type toilet, over de manier waarop het kan gebouwd worden. Je krijgt een lijst mee van metsers die vorming genoten hebben om die toiletten ook bij jou thuis te bouwen. En het assortiment is groot. Ici nous avons les latrines Mozambique, les latrines Ecosan. Nous avons des urinoirs, nous avons des douches. Morgen bezoeken we een instelling voor mensen met een mentale beperking en een opvanghuis voor slachtoffers van mensenhandel. Naast de stedenbond is er in Roeselare ook de VZ2 Dogbo, die deze instellingen steunt.